doen het samen, de drie O's. Overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen samen met de burgers uiteraard. Die de maatregelen ook zelf moeten toepassen in hun gedrag, in hun investeringen, wat dan ook. Nou, dat samen doen, dat geven we op een heleboel manieren vorm. En daar moet je een duurzame stad mee worden. Breda Duurzame zorgt ervoor dat bewoners, bedrijven en scholen elkaar kunnen gaan vinden. En die Klimaatalliantie Bedrijven bijvoorbeeld, daar zorgen we voor dat bedrijven elkaar kunnen vinden om Breda zo snel maar te verduurzamen op het gebied van energie of mobiliteit of samenwerking überhaupt. Nou, de Energieraad is een platform in Breda en bestaat uit verschillende mensen, organisaties die in Breda woonachtig zijn of werkzaam zijn en iets met het energieonderwerp hebben. En als platform proberen we eigenlijk mee te kijken en mee te denken met de gemeente over haar energiebeleid. Maar onze belangrijkste taak is eigenlijk om meer samenwerking te creëren in het Bredase zelf. Waarom moet Breda die prijs winnen voor de beste duurzaamheidsbeleid? Dat is omdat we denk ik echt waard zijn. We hebben laten zien al heel veel jaren op rij dat we op alle mogelijke terreinen rond duurzaamheid serieus bezig zijn.